Nou, dat is hem, de nieuwe tribune van UVS. En die wordt zometeen geopend door de sportwethouder. Die staat inmiddels klaar. Met een druk op die knop. En dan zie ik daar iets met confetti-kanonnen. De beste relaties, beste leden van UVS en andere belangstellenden. Vandaag is het zover dat de tribune geopend. Deze tribune is de kroon op ons prachtige sportpark in Kikkervoort in Leiden. Nog even een staaltribune waar de stoeltjes komen er echt aan. Verleden, heden en toekomst komen samen bij UVS. Door de wethouder van onderwijs, sport en duurzaamheid van de gemeente Leiden, de heer Paul Dirks, bereid gevonden de tribune officieel te openen. Hij zal straks het woord tot u richten. Wij aan het school dit zien we net houden sport onder andere, maar ook onderwijs en duurzaamheid. En ja, het is mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn. U mist de stoeltjes nog. Die gaan we uit de 5 mei al halen. Nee, dat is grappig hoor. Die stoeltjes die komen nog. Maar wat ik wel begrepen heb van de architect is dat aan de onderkant kunnen zitten en dan bovenaan kunnen staan. Dus, ik weet nog dat hier die oude tribune stond en ik was nooit goed genoeg om bij de directe voetbal. Maar altijd als je hier langs liep, dacht je van ja, hè, ooit mag ik misschien wel op dat veld spelen. En dan zag je eigenlijk, in die zin was die tribune ook een icoon eigenlijk voor de sterke voetbaltraditie van Leiden. Tegelijkertijd, als we kritisch zijn naar onszelf, dan is die sterke traditie staat ook wel onder druk. En we zijn met veel clubs in Leiden, maar we hebben ook met veel clubs hebben we het niet makkelijk. En, dan moet je ook eens naar elkaar kijken en zeggen van nou, hoe krijgen we dat nou weer bij elkaar? En ik maak complimenten aan de bestuur van UVS dat ze het feit dat deze tribune wordt geopend ook hebben aangegeven om er een voetbalfeest voor Leiden te maken. En 2017 is wat dat betreft een belangrijk jaar. We gaan praten over de resultaten van Voetbal Vitaal. We gaan kijken naar hoe krijgen we met elkaar alle besturen, bedrijven in de stad, mensen in de stad, hoe krijgen we de voetbaltraditie van Leiden weer terug naar waar we graag willen dat het staat, in een moderne tijd, in een moderne jasje. Misschien wel op een hele andere manier dan wat we in de traditie gewend zijn. Maar daar ligt voor ons allemaal wel een belangrijke opdracht. En dat is het heel mooi om met een feestje te beginnen. Jongens, daar staat de blauwwerk, jongens, die nog één minuutje gaan maken. En ga ik dan ga de officiële handeling verrichten. En dan moet ik hier naar het knopje lopen. Is alles in gereedheid? Paul gaat weer op de knop drukken. Bij deze verklaring de tribune voor geopend. Hebben wij ook weer een nieuw scorebord bij UVS, om de stand eens beter bij te houden. Het ging wat minder met het eerste, de laatste drie wedstrijden gingen wat beter, dus we durven nu weer de stand te laten zien bij de thuiswedstrijden. Gesponsord door Actor, helemaal, en kijk eens hoe woning is, als er gescoord wordt staat er ook gewoon goal op. Iedereen luid en duidelijk kunnen zien dat de score van UVS de positieve kant uitgaat. Dus bij deze Kok, van harte, applaus voor Actor. Ik ga het beter.